De Centrale Bank van Suriname zal alle monetaire instrumenten inzetten om de koers te stabiliseren. Daarnaast zullen nog enkele randvoorwaarden worden gecreëerd voor de stabiliteit van de SRD. Dit zei governor Maurice Roemer gisteren op een persconferentie met als onderwerp de officiële aankondiging van de nieuwe koers. De nieuwe wisselkoers voor de Amerikaanse dollar is vastgesteld op 14,018 en de verkoopkoers is 14,29. Een van de randvoorwaarden is volgens Roemer de diversificatie en verhoging van de exportproductiecapaciteit. Waar mogelijk importsubstitutie, een prudent fiscaal beleid, stimulering van betalingen op basis van Surinaamse dollar in de lokale markt. En uiteraard het belangrijkste is dat we met z'n allen proberen om de regelgeving van het nieuwe koersarrangement uit te voeren waarvoor het is bedoeld. Ik doe dan een beroep op u allen om niet mee te werken aan illegale koerstransacties. Roemer haalde verder aan dat de verkoop van vreemde valuta herschikt dient te worden. Dit is belangrijk voor het verdedigen van de huidige koers. En in overleg met de regering zullen wij als bank trachten een deel van deze vreemde valuta te kunnen kopen. En dit is uit nationaal belang. Deviezenbanken en wisselkantoren zijn de enige erkende en bevoegde instantie waarmee het bedrijfsleven en het publiek wisseltransacties mogen verrichten. Koersopgaven van individuen of bedrijven, zoals dat in het verleden gebeurde, is niet toegestaan. Handhaving van de regelgeving is essentieel voor het stabiliseren van de wisselkoersen. Opsporing en vervolging van overtreders zal in overleg en samenwerking met de desbetreffende instanties die daartoe bevoegd zijn, stringent worden nageleefd. Governor Maurice Roemer van de Centrale Bank was dat. Hij heeft gisteren de nieuwe unificatiekoers bekendgemaakt, welke gesteld is op 14,018. Voor de verkoop van US dollars is de koers gesteld op 14,29.